Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door massagesalon Mimosa en Slijterij van Baal. Ja, het is maandagavond 20 november. Er is niet gevoetbald in de Eredivisie, maar wel tijd voor een nieuwe studio langs terrein. Zeker. Ik ben er vanavond bij, Tom. Tom zit tegenover mij. Goedenavond. Goedenavond. En Christel, links van mij. Hallo. Hallo. Ja, hoe zitten jullie erbij? Interland weekend gehad, nog bezig. Dachten jullie eerst wel lekker of... Nou, ik vond het wel lekker, ja. Eventjes geen Vitesse. Ik ben een beetje Vitesse-moe na al dat negatieve gezeik rond de club. En dit voelt ook wel een beetje als het wekelijkse therapie-sessietje. Ja, eigenlijk wel, hè? Ja. Ja, op zich wel positief gestemd. Ook wel blij met Interland Weekend. Even inderdaad ook een beetje Vitesse-rust. Maar vandaag toch weer wat positieve ontwikkelingen, denk ik. Waar we zo meteen nog even uitgebreid op terug gaan komen, natuurlijk. Ja, maar, zeker. Nee, wel weer positief gestemd voor een nieuwe aflevering. Zeker. Ja. En jij dan? Ja, ook al prima. Ja. Tenminste, ik vind altijd als het eraan komt, dan denk ik, nou, het voelde als 3 weken geleden. Dus eigenlijk hoeft het voor mij niet. Maar ik denk als je nu helemaal in de flow had gezeten en je deed ergens in de middenmoot mee, dan baal je ervan. Maar ik denk dat het nu, vooral de situatie waar we in zitten, denk ik niet heel verkeerd is voor ons. Dus dan vind ik het niet zo verkeerd dat het een weekendje niet is. Klopt. Dus, nee. We gaan deze aflevering dan dus aanpakken, hè? Ja, nou ja, dat is niet gevoetbald, dus daar kunnen we ook niet over praten. Maar dat, ja, er is helaas, of misschien niet helaas, nou eigenlijk wel. Dus natuurlijk altijd wel genoeg te bespreken met andere zaken bij de club. Dat gaan we maar eens doen, denk ik, toch? Op basis van stellingen die we hebben afgenomen, zowel op Twitter als onze opiniepeiler Christel in het, bij de Vitesse Pubquiz van de week. Dus die stellingen gaan we even doornemen. Ja, want allereerst ben ik dan wel eens benieuwd, hoe was de pubquiz? Ja, heel leuk. Het was wel rustig. Er waren niet heel veel mensen. Ik denk een mannetje of 40, denk ik. Maar ja, ik ben heel slecht te schatten, dus kan ook iets meer zijn geweest. Maar nee, de club had heel leuk gedaan. Leuke vragen. Veel verschillende vragen over de shirts, spelers, wedstrijden. Dus ook weer leuk om oude beelden terug te zien. Ja, want het was ook wel te doen, zeg maar, van qua vragen. Dat kunnen ze natuurlijk zo moeilijk maken als ze willen, maar dat was... Nee, alles echt goed gedaan. Er waren echt wel vragen van echt in de begintijd. En ook wel, die echt vooral de oudere supporters wisten, maar ook wel gewoon vragen voor de jeugdige mensen. Dus nee, dat was echt heel leuk. Ja. Zelf nog wat gewonnen? Derde geworden. Kijk. netjes. Lekker hoor. Zullen we gelijk doorgaan naar de eerste stelling? Ja. Yeah. Dat was stelling 1. Dat was Edward Sturing moet een contract krijgen voor 1,5 jaar. Onze Edje Interim eigenlijk, hè? Ja, die bijnaam heeft hij natuurlijk al. Ja. Die bijnaam heeft hij wel voor zich gewonnen ondertussen. En Christel is even op pad gegaan bij de Vitesse Pubquiz. En heeft even wat mensen overhoord. Dus dat gaan we als eerst even laten horen. Sturing moet een contract krijgen voor 1,5 seizoen. Ja, helemaal mee eens. Edward Sturing heeft zelf al meerdere keren aangegeven dat hij eigenlijk geen tussenpauze wil zijn. Nu gaan ze misschien toch weer een beroep op hem doen om dat te doen. En dan gaat hij ongetwijfeld wel ja zeggen uit clubliefde. Maar ik vind dat hij wel de kans moet krijgen om het gewoon echt aan te pakken. En in elk geval dit seizoen af te maken. En nog een seizoen erbij. Daar heeft hij ook gewoon de capaciteiten voor, volgens mij. Lijkt me prima om hem aan het roer te hebben. Ja, sowieso. Hij mag steeds brandjes blussen en daarna wordt hij toch wel vriendelijk bedankt en komt er een nieuwe trainer. Ik vind wel dat hij nu de kans moet hebben om inderdaad goed te bouwen en zelf een goed resultaat neer te zetten in een seizoen of 2. Ik zou willen dat Sturing een keer een goed contract krijgt. Ik vind het niet fair richting Sturing dat hij zo vaak ingeschakeld wordt voor korte periodes. Ik denk een man van de club, geef hem maar eens een contract, laat hem maar eens kijken hoe hij het doet. En we kunnen na het 1,5 jaar altijd nog zien of dat hij het wil, of dat hij het zelf ziet, of dat wij het als de club zien. Maar ik sta er heel positief in. Ik zie Sturing graag lange tijd bij Vitesse aan het roeren. Nou, unaniem eens kunnen we wel stellen. Ja, dat is inderdaad. Onze Twitterpoll ook, want we hebben ook een polletje op Twitter eruit gegooid. Dat is eigenlijk vrij overtuigend, waarop 79% op ja stemde, 21% op nee. Ja, ik had 319 stemmen en dan kwam dit er inderdaad uit. Dus de hele Zuidtribune. Wat hebben jullie zelf gestemd? Ik ben een beetje gekanteld qua mening. Ook wel mede door de aankondiging en ook wel het interview van Sturing. En dat heeft er een beetje maken dat eerste zei ik inderdaad ook heel volmondig. Wat ik ook veel voorbij zag komen van geef hem nou een keer vertrouwen en gewoon 1,5 jaar contract. Want hij heeft het zo vaak al tijdelijk gedaan.
Maar op zich met de uitleg die ik las in het persbericht en ook in het interview met Sturing die ik net bekeek, vind ik het op zich ook wel logisch hoe hij het uitlegt. Dat die ook met Smedes heeft gesproken en dat ze hebben, ja, allebei hebben aangegeven, nou ja, we gaan het aankijken, 5 wedstrijden tot de winterstop, hoe we beide kanten erin staan. En dat ze dan samen gaan evalueren tot een, ja, langer verblijf, wat er misschien ook al op kan uitkomen als hij het fantastisch doet. Hij weet die groep te raken. Dat ze dan vanzelf misschien wel zeggen, nou, we gaan door tot de zomer en dan ook weer evalueren tot misschien wel verder. Dus op zich vind ik dat best wel een logische uitleg. Dan misschien, ja, gelijk 1,5 jaar te geven en het blijkt toch niet te werken. Dus op zich, ja, ben ik daar wel een beetje in gekanteld. Dat ik eerst dacht van, geef hem gelijk 1,5 jaar de kans. Dat ik nu toch wel denk, ja, ik vind het niet heel onlogisch dat we nu 5 wedstrijden kijken hoe het gaat. Met ook wel behapbare tegenstanders na Ajax, denk ik. Als we het programma zien. Ja, ja, natuurlijk. Dat is heel relatief, ja, met hoe het seizoen gaat. Maar dus op zich snap ik die uitleg wel. Ik weet niet hoe jullie dat zien. Maar. Nou, ik ben eigenlijk wel met je eens. Ik had in eerste instantie ook op ja gestemd, 1,5 jaar. Maar nu met de beredenering die ook naar buiten is gekomen, is dat het echt in termijnen wordt gezien. Dat mocht het goed verlopen, dat het altijd nog verlengd kan worden, hè, na de winterstop. En ook een beetje om zijn reputatie, of de reputatie van Sturing te beschermen, dat hij niet ondergaat in de sportieve crisis, als het ware. Ja. Dus ik vind het eigenlijk, als ik het zo lees, wel meer dan logisch besluit om het in deze structuur te doen. Ja. Hoe zie jij dat, Christel? Nou ja, ik zat bij de nee-stemmers. En dan niet zozeer dat ik tegen Sturing ben, want ik denk dat hij op dit moment de geschikte man op de goede plek is. Alleen, ja, interim zijn is natuurlijk toch iets anders dan langdurig voor een groep staan. Dus in dat opzicht ben ik heel blij met de keuze hoe het nu aangepakt is. Ja. Ja. En eigenlijk vrij snel, vrijdag was de pubquiz. En vandaag, eerder op de dag, kwam er nieuws naar buiten. Ja, ja, rond je uur of 3 volgens mij. Want 2 uur inderdaad stond de training gepland. Ja. En toen inderdaad kwam naar buiten van, goh, Sturing gaat het doen. En ja, ook met de selectie, hoe dat nu samengesteld wordt. Omdat er natuurlijk ook al wat in geschoven is. Zeker. Nog even terugkomend op net. Is het natuurlijk wel altijd lastig te beoordelen, zoals zo'n Smedes. Als hij gewoon het eerlijke verhaal heeft verteld. En met Sturing in gesprek is gegaan van, hey, zo zie ik het. En dat ze niet op de achtergrond of wel met een opvolger al bezig zijn. Ik weet niet of dat inderdaad, ja, ook zo kan zijn. Dat ze dat misschien niet afwachten hoe het gaat en sowieso al gaan kijken naar een opvolger. Maar dat vind ik lastig in te schatten. Maar. Ja, dat is dus ook met oog op het beschermen van die reputatie is Smedes, geloof ik, nog steeds wel aan het kijken naar externe opties, naar trainers. Maar houdt de deur ook gewoon zeker open voor een eventueel langer verblijf. Dat als het goed gaat, de Sturing gewoon kan blijven zitten. Ja. Maar de deur is nog niet helemaal gesloten voor een externe optie. Nee, en het is altijd goed om je opties te spreiden natuurlijk. Zeker, dus, absoluut. En nog even alles op een rijtje door te nemen. Want wat er gewoon een beetje aan zat te komen is dat Tim Cornelissen en Nicky Hof zijn doorgeschoven als assistenten. Betekent ook gelijk het vertrek van Chris van der Weerden. Die verlaat Vitesse helemaal. Wat ook wel een beetje, denk ik, in de lijn der verwachting lag na het opstappen van Cucu. Ja. Bleef toch nog even aan, maar uiteindelijk verlaat hij toch Vitesse, omdat de voorkeur dan toch uitgaat naar Cornelis en Nicky Hofs. En Theo Janssen is in gesprek met Smedes over een andere functie binnen Vitesse. Zien jullie nog een functie voor hem weggelegd momenteel, dat jullie zeggen van, hey, dat is wat voor hem? Ja, ligt er zelf een beetje aan hoe hij erin staat, hè? Want daar hadden we het vanmiddag in de app over, van voelt hij zich nu niet te groot voor de jeugd? Ja. Want hij heeft nu natuurlijk aan het eerste elftal kunnen ruiken. Dus ik denk dat het vooral ook aan Theo zelf ligt wat hij wil. Ja, Tom? Ja, ik weet niet hoe dat bij hem ook is aangekomen. Dat vind ik zo lastig inschatten. Want je las wel dat hij, ja, logischgewijs ook teleurgesteld was. Ja. Las ik terug. Maar ik weet ook, ja, je weet niet hoe dat bij hem is aangekomen. Is hij er echt helemaal flabbergasted over geweest? Want volgens mij was ook gisteren, volgens mij, dat bij Omroep Gelderland, volgens mij, toen was hij ook, had hij aangegeven dat hij nog niks had gehoord. Terwijl toen ook al wel doorkwam dat het idee was Cornelissen en Hof, zeg maar, als assistenten. Ja. Dus ja, dat hangt een beetje vanaf. Ik weet natuurlijk ook, heeft hij toen bij ons in de podcast ook aangegeven dat hij het vooral leuk vindt om met jonge jongens op het veld te staan en daarmee aan de gang te gaan. Maar ja, misschien is daar bij hem inderdaad ook wel wat in veranderd. Dat hij toch andere ambities heeft gekregen nu hij aan het eerste elftal heeft geroken. En kan het ook maar zo zijn als, weet ik veel, die verhalen komen nu ook, een FC Twente misschien denkt van, nou, Theo Janssen zien wel potentie in als trainer. En om ja, en vooral te dat halen. Hij er zelf ook voor open staat, hè? Ja, met dat zijn verleden daar al natuurlijk. Eerder, hè? Ja. Het Twente gerucht. Ja. Dat heb ik 3 of 4 weken geleden al een keer voorbij zien komen.
Ja, dus dat zit er misschien wel in. En dat is inderdaad heel lastig nu te peilen, omdat je niet weet of hij misschien open staat om onder 21 te gaan doen als daar sprake van is. Dus ja, dat is heel lastig de vinger op te leggen hoe hij daar natuurlijk tegenover staat. Klopt. Maar het feit is wel dat ze volgens mij van de verhalen die je hoort heel veel potentie zien in ieder geval Nicky Hofs. Dat daar volgens mij wel, als je ook de verhalen hoort met volgens mij Slutsky die hem destijds wilde meenemen. Mm-hmm. En ook nog andere trainers die echt van hem gecharmeerd waren. Dus dat is die stap misschien niet zo heel gek, nee. Precies. Voor de verdere invulling ook nog Sturing. Zijn rol ligt nu ook open als hoofd jeugdopleidingen. Het lijkt erop dat Michael Jansen deze rol gaat vervullen. Hij zit al in het traject om die positie op de langere termijn in te vullen. En door het vertrek van Hofs bij onder 21 nu tijdelijk en Cornelissen bij onder 16 liggen er ook wat gaten in de academie. Vitesse hoopt hij zelf in de komende dagen wat meer duidelijkheid over te geven. Dus daar komt nog nieuws over naar buiten. Wat is jullie algemene gevoel eigenlijk erbij? Ik moet zeggen, toen ik de foto's vanmiddag zag en dat ik Sturing zag coachen met die andere twee ernaast, ik toch een beetje kriebels kreeg. En ik dacht van, hé, misschien dat het toch wat positiever naar de toekomst kunnen kijken. Maar ik weet niet hoe dat voor jullie voelde. Ja, ik moest ook een beetje denken aan, volgens mij zei Bjorn dat vorige week in de podcast over het vertrek van Cocu. Dat los van de kwaliteiten van zo'n staf of een Edward Sturing, dat je natuurlijk ook als supporter ook naar het gevoel kijkt wat je erbij krijgt. En dat was ook toen Cocu kwam, toen je die foto's voorbij zag komen in het oude tenue en dergelijke, dan krijg je daar wel echt een clubgevoel bij, zoals nu natuurlijk met deze drie jongens wat echt Vitesse mannen zijn, is dat mijn eerste gevoel. Maar ja, daarna is het wel gelijk van, er moeten resultaten worden gehaald. En dan vind ik het heel lastig om mijn vinger op te leggen, maar heb ik wel echt een goed gevoel bij Sturing. En dat is ook een beetje gebaseerd op vooral play-offs wedstrijden toen in zijn interim periode. Europees voetbal voor ons behaald, hè? Ja, alleen dan ga je ook weer gelijk denken, hele andere selectie. Mason Mount was dat toen toch, klopt. Die selectie. Dus dat, zo verkeerd was dat ook allemaal niet, zeg maar. Nee, dus dat vind ik een beetje lastig. En ook natuurlijk omdat Sturing het nu alweer een tijd geleden is dat hij trainer is geweest. En dat niet op wekelijkse basis heeft gedaan. Eigenlijk nooit eigenlijk. Ja, 2 jaar is hij hoofdtrainer geweest natuurlijk. Ik vind dat heel lastig om daar echt iets van te vinden. Maar. Ja. En jij, Christel? Nou ja, ik vind het vooral positief dat er nu iets veranderd is. En ik moet nog maar zien of het allemaal gaat werken. Want ja, wat je zegt, we hebben nog steeds dezelfde spelers. Dus al zei Sturing wel dat hij zelf dacht dat er meer in deze groep zit dan dat het tot nu toe uit is gekomen. Ja, dat gevoel dat wij alle drie ook wel hebben, denk ik. Ja, maar goed, ik verwacht er geen wonderen van. Maar ik heb zoiets van, er is nu wel verandering gekomen. En als we dan gaan we maar strijdend ten onder. En ik denk dat die strijdlust, dat Sturing die sowieso wel over kan gaan brengen. Zeker, daar ben ik ook van overtuigd. Hoe zie jij dat, Tom, met Sturing? Wat is jouw gevoel daarbij? Nou ja, ook inderdaad wat Christel al zegt, in ieder geval die vechtlust wat meer naar voren kan komen. Hè, wat nog een beetje ontbreekt en ook wat Sturing zelf al aankaart, is dat ik wel het gevoel heb dat er meer uit de selectie te halen valt dan dat het tot nu toe is gedaan. Dus op basis daarvan ben ik wel redelijk positief gestemd. Maar om die positieve stemmen wil ik niet gelijk drukken. Maar voordat we naar onze volgende stelling gaan. Hij is ook wel realistisch, merk in het interview. Want hij zegt ook niet van, ik denk met deze selectie, en dat zou ook best wel gek zijn, dat er Europees voetbal te halen is. Daar is hij ook wel realistisch in. Dat je daar niet voor gaat voetballen. Zeker. Maar dat je gewoon zo snel mogelijk moet zorgen bij die onderste plekken weg zien te komen. Ja, en dat hopen dat je dan weer een keer rond een plek 10 eindigt of zoiets. Net als het vorig seizoen. Op nog en wat jij terecht zegt, Christel, dat er geen wonderen verwacht moeten worden. Alleen dat er denk ik wel iets gedaan moest worden, en nu was dan Cocu die zelf opstapte, maar dat er wel iets nodig was en dat je nu hier denk aan vastklant en hoop dat dit iets teweeg brengt. En dat het nu denk ik nog wel, als er een verandering komt, ook wel op tijd is als je kijkt hoe dicht het allemaal bij elkaar staat. Dus als je nu in één keer bijvoorbeeld, ik noemde het net al even, een Meulensteen hebt, misschien wordt hij net op een andere manier geprikkeld of geraakt en komt zo'n jongen wel in één keer in vorm. Want bij dat soort spelers denk ik echt wel, het zit er echt wel in. Dus je hoopt daar ook een beetje op dat misschien spelers in één keer toch op een andere manier geprikkeld worden. Ja, en kijk naar Cambuur, hè. Die deden het ook heel slecht. En nou Henk de Jong is terug en het gaat opeens lopen. Ik bedoel, als jij echt dat teamgevoel, dat ze echt voor iedere meter voor elkaar willen knokken, dan ben je ook al een eind op de goede weg. Ja, ik denk dat puur een ander iemand voor de groep en een andere benadering veel kan doen, denk ik, bij een elftal. Ja. En niet moeilijker maken dan het is misschien. Niet dat het heel makkelijk is om trainer te zijn. Zeker niet in zo'n situatie. Want dat is natuurlijk alle lof dat Sturing er weer instapt. Zeker. Ja.
Had zijn vrouw liever niet natuurlijk. Ja, zeg maar. Hij kaartte zelf ook nog in het interview aan. Van, ik had mezelf voorgenomen om het niet meer te doen. Maar toch prachtig dat hij dan weer opstaat. Ja, en ook wat hij zei. Dat hij ook heeft aangegeven. Die vraag werd natuurlijk gesteld. Van, je wilde geen interim meer worden. Waarvoor doe je het dan nu toch? En dat hij ook zegt van, dat hij het niet meer leuk vond om interim te zijn. Alleen dat hij zei, daar gaat het nu helemaal niet om. Met de situatie waar de club in zit. Zowel in als... buiten het veld, zeg maar. Dat hij gewoon vond dat het nu nodig is en dat hij dit voor de club moet doen. Dus hij pakt wel echt zijn verantwoordelijkheid. Er zijn natuurlijk een hoop mensen, ook oud-spelers, die in de media lopen te praten. Hij doet echt iets. Dus daar heb ik sowieso wel respect voor. Ja, hij gaat wel met zijn voeten in de modder staan. En, hij steekt wel zijn nek uit. Ja, dus daar valt echt wat voor te zeggen. En dat moet je wel, net wat jij ook al terecht zei, Tom, wel uitkijken. Dat wel een beetje bewaakt wordt, zeg maar. Daar is hij natuurlijk ook zelf onderdeel van. Maar dat is wat Smedes dus ook aankaart. Hè, met een voorzichtige koers om het dan voor een bepaalde periode te kijken. Voor nu dan tot de winterstop. En daarna gaan ze met elkaar in gesprek om te kijken of dat het voor een langere periode kan zijn. Of dat dan misschien toch nog een extern iemand aangenomen moet worden. Maar voor nu in ieder geval tot de winterstop Edward Sturing aan het roer voor een aantal wedstrijden. Ja. Zullen we doorgaan naar de volgende stelling? Ja. Yeah. Voordat we gaan doen, moeten we helaas nog wel even wat nieuwe info melden. Omtrent onze heerlijke overname, waar we al een aantal jaar op wachten, van mijn gevoel. Ik denk bij jullie ook dat het wel... Zo zit, hè? Ja, een beetje moe is ook wel het gevoel, hè, wat Christel net zei. Dat, Vitesse moe. Ja. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Nee, Jeroen Kapteins kwam vorige week dinsdag met een nieuw bericht. Dat was dat er een bom om de overname lag in verband met het niet kunnen aanleveren van de jaarrekeningen van de Common Group. En dat komt omdat het systeem in Amerika anders werkt. Dan hoef je dus schijnbaar niet jaarrekeningen te laten zien. Ja, dat verschilt ook weer per staat volgens mij. Dus daarvoor zitten bepaalde bedrijven ook weer in bepaalde staten daar gevestigd. Dus dat zit inderdaad anders, ja. Precies. En Vitesse heeft dan met Perry zoveel mogelijk aangeleverd om alles weer te kunnen inzien en verklaren. Dus in ieder geval alternatief op de jaarrekening, dat ze in ieder geval wel iets konden brengen. Dan weet ik niet of dat de KNVB daar dan ook mee akkoord is gegaan. Dan moeten we nog afwachten. Maar voor Vitesse zegt dat ze volledige medewerking hebben geleverd. Daarnaast kwam er nog een boete bij. Want Vitesse had moeten melden dat de Litouwse bank Revolut... die als vervanger moeten... Ik zie hier staan die door het gezeik met de ING. Als Koepraven lopen typen. Nee, omdat ING natuurlijk de rekening met ons wilde opzeggen... door die Russische banden, heeft Vitesse naar een alternatief lopen zoeken. En zijn ze toen uitgekomen bij Revolut... maar dat is toen niet bij de KNVB gebeld als vervanger. Hadden ze dus wel moeten doen. En daardoor is dus een boete opgelegd. Maar Vitesse gaat hier in tegenberoep. Dus daar moeten we nog op wachten wat dat in ieder geval gaat worden. Wel over dat eerste punt met die jaarrekening vraag ik me dan als leek gelijk af. Maar waarvoor vraagt de KNVB daar dan niet gelijk om? Of waarvoor weet Vitesse niet dat dat gelijk nodig is? Of is dat een hele gekke vraag? Zou ik denken. Maar... Dat durf ik niet te zeggen. Nee, ik heb die vraag ook. En ik vraag me dan ook af. Kijk, ik heb helemaal niet iets met economische dingen en zo. Maar hoeveel tijd kost het om een jaarrekening op te stellen? Ja. Ik durf het ook niet te zeggen, nee. Nee, maar dat is wat we net ook al noemen. Dat vind ik het hele lastige van dit soort vraagstukken. Van, ja, je moet haast van meerdere dingen verstand hebben om dit allemaal iets over te kunnen zeggen. Dus dat maakt, vind ik het ook wel lastig. En het meest genoemde voorbeeld wat Bjorn ook altijd zegt. Je hebt liever een Arcus of zo beoordelen hoe die op rechtsback speelt. Dan dit soort dingen. Van ja, het is interessant want het gaat over je club, maar het is wel lastig. Ja, en wij moeten hier nu iets gaan vertellen over de hele situatie. Maar wij gaan ook maar uit op de informatie die we van Vitesse krijgen, wat je in de media leest. En ik snap dat de KNVB geen uitlatingen doet. Maar ik zou het eigenlijk best wel fijn vinden om ook een keer de kant van de KNVB te horen. Van waar zit nou het struikelblok? Waarom duurt het zo lang? En waarom gaat het steeds niet door? Precies. En dan nog eigenlijk een positief puntje om misschien het bericht dan nog mee af te sluiten. Dat Vitesse wel aan het werk is met een plan B, mits de overname van de Common Group dan niet door kan gaan. En dat is het scenario onder andere ook om op eigen benen te staan. Wat vinden jullie daarvan? Ik denk wel een positieve ontwikkeling. Ja, het komt alleen te laat in mijn optiek. Ja. Want nu als het niet doorgaat, dan heb je weer een schuld van 14 miljoen even uit mijn hoofd. Mm-hmm. Loop je weer achter de feiten aan. Klopt. En het eerste wat ik ook eigenlijk gelijk dacht is dat je had dat gelijk moeten doen. En dan misschien niet die ambitie voor zo moeten uitspreken van hey, we willen nog meedoen in de top. En dan maar gewoon eerlijk zijn met je supporters van hey, we gaan wel voor de onderste regionen misschien meedoen of wat lagere plekken. Maar dat je wel gewoon met een kleinere begroting en dan zelf aan de bak kan. Al is dat met het Gelredome natuurlijk nog wel een vraag of dat kan. Want dat is natuurlijk ook een behoorlijk struikelblok met die huursom. Ja, en ik vind dat ook lastig. Ik wierp dat laatst ook op. Van, ik heb geen idee als leek nogmaals van of dat een optie was om zo door te gaan. Maar ja. Ik weet niet of dat ooit ter sprake is gebracht door een journalist of uitgezocht. Van was dat een realistische optie als ze hadden gezegd van hey, dan maar geen Europees voetbal als ambitie. En
Nee, en ik denk als je zo'n uitleg ook aan de supporters geeft, dat ze er op een gegeven moment allemaal komen wel vrede mee hebben. Dat is, ik denk dat we dat helemaal niet erg vinden. Als wij gewoon bestaansrecht weten, in ieder geval dat wij over 30 jaar nog bestaan, in plaats van dat we misschien een jaar de kaars uitgaat, is denk ik een veel geruststellende gedachte. Lijkt mij zo in ieder geval. Ja, nou ja, dit en dat heeft Bjorn ook al zo vaak gezegd met het plan B en dan op eigen voet verder. Ik denk dat een groot deel van de supporters, als ik tenminste dan voor mezelf spreek, van er geen problemen mee zou hebben als je dan op een lager pitje moet verder gaan. En desnoods, dat wil helemaal niemand en dat ze moeras waar je lastig uitkomt naar de KKD zou degraderen. Maar dan kan je wel weer beginnen met bouwen. Precies. En dan hopelijk leren van de fouten met zo'n overname. Ja, precies. Met een aantal goede mensen aan het roer. En dan hopen op een beter voorbestaan. In ieder geval dat je gezond kan worden. Want dat is iets waar we allemaal van dromen, denk ik. Bij Vitesse, dat we er financieel een keer gezond voor staan. En op eigen benen dan. Dat zou helemaal lekker zijn. Ja. En daarna kwam eigenlijk de NRC ook nog met een behoorlijk artikel over het hele Abramovic gedoe ook nog. En dan kan ik me voorstellen dat het behoorlijk wat info was. Ik denk voor alles en iedereen eigenlijk. Dat we allemaal de draad een beetje kwijt waren geraakt. Maar toen kwam Erik Arends op Twitter met een best wel duidelijk draadje. Ja. Toen hebben wij gevraagd dat hij dat voor ons wilde inspreken om het even te laten horen in de podcast. Dus dat gaan we nu even laten doen. Ja, en dat goed erbij te zeggen, hè, dat is echt een bezorgde aanhanger van Vitesse. En dat bleek ook wel hoe hij het mooi heeft ingesproken en overzichtelijk. Dus het leek ons mooi om dat even hier toe te voegen als een soort samenvatting eigenlijk van het stuk. Ja. Ja, over Vitesse en het geklooi met die Russische linkmichels. Zo objectief mogelijk heb ik het opgeschreven op Twitter. Maar nou ja, helaas toch met iets te veel liefde voor de Arnhemse klote club. Kijk, Vitesse zit in 2010 financieel aan de grond en faillissement dreigt. Dan komt er een Georgiër en daarna ook nog twee keer een Rus en die nemen de tent over. En die mannen die investeren duizelingwekkende hoeveelheden geld in de club. De KNVB keurt die overname herhaaldelijk goed. Geruchten over te nauwe banden tussen Vitesse en Chelsea of Abramovic, die leiden nog niet tot bewijzen in dat stadium. Dan komt de invasie van Rusland in Oekraïne. En Abramovic verkoopt Chelsea. En dat niet alleen, ook Vitesse-eigenaar Oif wil afstand doen van zijn aandelen. Dan komt The Guardian, Britse krant The Guardian. Die komt dan met bewijzen van financiële banden tussen Abramovic en Vitesse-eigenaren. Er zijn dus ineens bewijzen op tafel. Dat brengt de KNVB in verlegenheid, want de bond die keurde de overname altijd goed, diverse keren. En laat nu alsnog een diepgaand onderzoek doen door dat bureau Integis. Het bestuur van Vitesse zegt intussen nooit iets te hebben geweten van de financiële banden tussen de clubeigenaren en Abramovic. En dan komt NRC. Afgelopen dagen ineens met zeer concrete bewijzen over die financiële relatie tussen wel degelijk bedrijven van Abramovic en de Vitesse-eigenaren Jordania, Chigirinsky en Oif. En NRC mailt trouwens ook nog allerlei details over banden tussen Abramovic en andere instanties en bedrijven, bijvoorbeeld ING, Frank Arnese, die toen bij PSV iets was. Ik weet niet eens wat voor functie die precies had uit mijn hoofd. En Abramovic zou ook nog betrokkenheid hebben bij de transfer van Traoré naar Ajax. En er gebeurt nog iets anders, want Oif die geeft in NRC toe dat hij financiële banden had met Abramovic. Nou, de Vitesse-leiding zegt opnieuw helemaal niets te hebben geweten van Abramovic's financiële bemoeienis met de club. En opnieuw zegt de KNVB, wij wisten dat ook niet, maar wij willen dat nu wel verder onderzoeken en wij willen die documenten van NRC graag inzien. De vraag is nu voor de KNVB, wist de Vitesse-leiding inderdaad niets van de financiële banden tussen die buitenlandse eigenaren en Abramovic? Zo niet, kan de KNVB de club dan wel iets verwijten? Mag je de leugenachtigheid van eigenaar Oif het bestuur van de club aanrekenen? Want Oif heeft altijd tegenover de KNVB ontkend dat hij een financiële relatie had met Abramovic. Mag de KNVB van het bestuur van een profclub verwachten dat het kennis moet hebben van dit soort banden? Je zou misschien zeggen van wel, maar ja, de KNVB heeft zelf die financiële banden ook nooit kunnen ontdekken. Nou, alles bij elkaar zou je kunnen zeggen dat dit gewoon een soort samenvatting is van de gênante situatie waarin zowel Vitesse als de KNVB en in zekere zin ook ING, PSV en Ajax is beland. Namelijk
volledig te zijn ingepakt door ingenieuze financiële charlatans die met duister geld de hemel op aarde beloofden, maar nu de club en de KNVB in een regelrechte hel hebben gekieperd. Kijk, mocht er alsnog bewijs gevonden worden dat de leiding van Vitesse weet had van de financiële banden tussen Abramovic en de Georgische en Russische eigenaren, dan lijkt het mij dat het over en uit is met de club. Tot ons grote verdriet, kan ik me voorstellen. In ieder geval tot mijn verdriet. Maar goed, is dat niet zo, dan wordt het wel hoog tijd dat de KNVB twee dingen doet. Ten eerste, toegeven dat ze het zelf eigenlijk ook allemaal niet in de gaten had wat die achterlijke Russen aan het doen waren. En twee, over haar eigen gêne eindelijk eens een keer heen stapt en Vitesse gewoon zo spoedig mogelijk uit die verstikkende wachtruimte verlost. Want anders gaat Vitesse kapot en gaat er veel, heel veel meer verloren dan alleen een voetbalclub. Hup Vitesse. Aju. Ja, Erik, heel erg bedankt voor deze samenvatting. Ja. Helder, hè? Ja, nee, ik vind het inderdaad helder opgesomd. Omdat, ja, wat we zelf al zeiden, is het denk ik een weerbar aan informatie. En in ieder geval vind ik het zo wel inderdaad goed op een rijtje gezet van wat er allemaal speelt en wat ermee te maken heeft. Hij had inderdaad ook nog even aan mij laten weten van dat hij wel begrijpt naar dit debakel met de Russen, de terughoudendheid van de KNVB nu betreft Cody Perry. Ja, omdat het nu natuurlijk met die Russen waar we nu in zijn beland met ja, dat alles gecheckt wordt, dat hij het goed begrijpt dat KNVB dat nu misschien ook natuurlijk anders wil aanpakken. Dus dat gaf hij nog aan van dat hij ook zou verwachten dat het Vitesse-bestuur daar misschien ook wat kritischer naar zou kijken van wie je nu natuurlijk binnenhengelt als je dit allemaal hoort en samengevat ziet. Maar nee, ik vond het duidelijk uitgelegd. Ja. En met deze hoop info op zak kunnen wij dan inmiddels door naar de tweede stelling. En dat is of het goed gaat komen met de overnames. Dan gaan we weer even terug naar de pubquiz. Yes. We degraderen. Oh, dat is eentje te vroeg. Om de stemming te peilen. Gaat de overname wel goed komen, denk jij? Ja, die overname gaat zeker goed komen. Er zijn natuurlijk veel verontrustende berichten in de media. Maar als je de lijn volgt die Rovers volgt namens Vitesse, dan heb ik de indruk dat het allemaal wel goed komt en dat er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand is. Er is veel rumoer om dingen die in het verleden zouden hebben gespeeld, maar wat Vitesse aanlevert aan informatie is precies de informatie die de KNVB en Integers willen hebben. Dus ik denk dat het daarmee gewoon goed komt. Ik denk dus van niet. Er is echt zoveel gedoe op het moment. Steeds duikt er weer iets anders op met die boetes en dergelijke. En dan komt er weer een ander schimmig verhaal naar boven. Dus ik ben bang dat plan B in werking moet gaan treden. Je moet altijd vertrouwen houden. Ja, ik weet niet. Ik denk dat de KNVB zo meteen sneller dan gedacht groen licht gaat geven. Hoop ik. En ja, dan als dat eenmaal gebeurt, dan kunnen we natuurlijk de overname rondmaken. En dan hoop ik dat we natuurlijk, als we de winterperiode, wintertransferperiode kunnen gebruiken, dan kunnen we nieuwe spelers halen. Dat is de wens. Maar ik zie het goed komen. Ja, gemixte reactie. Er is een beetje een rommeltje van. Elke week is het weer, ja, het komt goed. Maar elke week, als je naar de Telegraaf moet geloven, zijn we verder weg dan ooit. Dus ik heb daar niet heel veel vertrouwen meer in. Ja, ik was weer veel te vroeg. Nee, maar je zei het wel. Goed, gemixte reacties. Ja, gemixte reacties, maar... De een ziet het goed komen, die verwacht snel groen licht, hoor ik voorbij komen. De ander die ziet het toch heel wat somber in. Ja, onze Twitterpoll is eigenlijk ook best wel negatief. Waarop een 33% op ja stemde en een 67% op nee. Ja, van de 314 mensen is toch wel het grootste deel. Dat zijn deel, behoorlijk wat. Wat denken jullie ervan? Het is behoorlijk wat info wat net ook weer allemaal uitgelegd is en wat we de afgelopen maanden te verwerken hebben gekregen. Maar hebben jullie een beetje een beeld kunnen schetsen of hebben jullie een bepaald gevoel erbij van waar we nu staan? Of dat een beetje goed gaat komen of niet? Ja, het blijft wat we natuurlijk allemaal erkennen lastig om in te schatten, omdat je daar zo weinig inzicht in hebt, wat er nu misschien allemaal in de kamertje afspeelt. Het enige wat je kan doen is hopen, alleen het ziet er steeds, dan krijg je weer hoop en dan komt er weer een nieuwsbericht naar buiten en dan denk ik, ja, ik ga het niet lezen, maar dan doe je het toch. Ja. En dan krijg je toch weer een klap van dat je denkt, ja, dat gaat helemaal mis. Ik neig daar ook wel een beetje naar. Kijk, totdat het definitief is, blijf je hoop houden. Maar ik word er niet positiever van met alles wat je voorbij ziet komen. Nee. Ja, Christel? Ja, ik hink echt op twee gedachten. Het ene moment denk ik echt van, nou, er wordt helemaal niks. We gaan naar de kloten, we gaan failliet en het is klaar. En het andere moment denk ik van,
De KNVB moet toch ooit een beslissing gaan nemen. En het is denk ik afwachten wat er uitkomt met het verhaal met die Abramovic. Ik denk dat het daar vooral om draait. Want uiteindelijk in Engeland is Perry goedgekeurd. In België is hij goedgekeurd. Dan denk ik, de KNVB kan niet bezig blijven. Nee, klopt. Al is bij nu wel bekend dat in ieder geval in Nederland wel iets meer achter wordt gezocht dan in België en in Engeland met betrekking tot die overnames. Al zijn ze bij Everton bijvoorbeeld ook erg streng in Engeland geweest. Hè? 10 minpunten. Ja. Ik zat te denken, als wij 10 minpunten... Dan staan we min 2, hè? Dan staan we min 2. Daar komen we niet van terug. Nee, en, dat is wel ernstig, hè? Nee, Chelsea en City staan ook nog onder toezicht, geloof ik. Dus dat is ook nog niet een uitgemaakte zaak wat daarmee gaat gebeuren. Dus die bonden zitten in ieder geval wel kort op. En dat merken wij nu als de beste in ieder geval. En ja, dan, en het is ook met net wat Erik opzond, met, ook met dat stuk over het NEC. In hoeverre konden destijds de bestuurders, zullen ze denken, er wordt geen bewijs gevonden en ze weten wel van iets? Dat is ook gissen. Ik weet niet. Ja, ze moeten het wel kunnen aantonen. Hè? Dus nee. In principe zijn onze bestuurders en Vitesse onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Ja, klopt. Dus hoe wil je dat gaan bewijzen? Dan moeten er echt ergens nog contracten of zo boven tafel komen. Of misschien, net zoals met al die drugscriminelen, dat ze ergens weer zo'n servertje oprollen. Ja. Ja, nee, op Twitter kwam ook nog naar voren. Maasbeer Schouten, die tweet ook nog van dat hij er ook niks van af wist. En heb je dat nog gezien? Ja, ik zag het voorbij komen, ja. Toen, want er was inderdaad dat ze van de afgelopen 14 jaar hadden ze het dan over de transacties. En dat hij zei van goh, als ik er niks van weet of zo, zei hij, dan weet Vitesse er niks van of zo. Nee, precies. Dus het blijft een vaag verhaal. Maar, ja, en we hadden natuurlijk Joost de Wit in die tijd. Dan denk ik van, ik weet niet hoe doortastend was die man. Ja. Het was toch gewoon meer een stroommannetje wat daar zat. Ja, ik moet heel erg zeggen dat ik niet heel gek veel herinneringen heb aan de periode van Joost de Wit als algemeen directeur. Ik weet niet of dat jij er nog wat van weet. Ja, wel een beetje de indruk, wat jij ook zegt, Christel, van dat je inderdaad het idee had van de leiding was in handen van de toenmalige eigenaar, maar dat hij niet zoveel invloed had. En dat hij daar een beetje voor de show dan daar zat, zeg maar. Precies, hij gaat echt niet naar toen de tijd Jordania toe van, hé vriend, hoe kom je aan je geld? Nee, dus in dat opzicht geloof ik best wel dat ze er dan niks van wisten. Alleen, ik vind dat heel lastig. Ik denk dat er wel signalen waren, hoor. Ik denk dat ze echt wel, dat ze er echt wel, hoe zeg je dat? Wel iets van meekregen. Ja, maar dat wat jij ook zegt, Christel, dat waarschijnlijk heel lastig te bewijzen zal zijn. Dus dat het daar ook vooral in zit. Ja. Maar ja, hoe lang mag jij dan de tijd nemen om die bewijzen te zoeken? Op een gegeven moment moet je toch ook gewoon zeggen van, oké, we hebben nu niks kunnen vinden, het is klaar. Ja, nee, je kan niet iets naar iets gaan blijven zoeken, dat klopt inderdaad. Nee, en wat ik begreep is ook niet dat de KNVB een politie of een andere bevoegdheid heeft dat ze dat zelf doen. Ze besteden dat toch uit aan een bureau en die zit volgens mij ook met bepaalde beperkingen. Maar goed, maar dat blijf ik ook zo raar vinden. Je hebt dat bureau toen de tijd ingeschakeld. En nu ga je hetzelfde bureau weer inschakelen. Dan mogen ze hun eigen onderzoek weer overdoen. Ja, dat viel mij ook op toen ik dat ze eerst hoorde. Integris, het bureau. Ja, dat ik denk van maar als ze toen nog niet als ze toen niks hebben gevonden, waarom zouden ze nu in één keer wel wat gaan vinden? Nou ja, dan gaan ze ook toegeven van dat ze toen de tijd hun werk niet goed hebben gedaan waarschijnlijk. Ja, dat zie ik ook niet gebeuren. Nee, het is allemaal een beetje een vaag verhaal. We blijven goede hoop. Goede hoop. We hopen erop, maar het begint er een beetje somber uit te zien allemaal. We hopen eind volgende maand wat meer duidelijkheid te krijgen. Wat Peter Rovers ook al een keer eerder aankaart in de weekupdate. Dat ze rond het eind van het jaar wat meer duidelijkheid verwachten. Of dat nou een positieve of negatieve zin is. Dan kunnen we in ieder geval door met een plan B. Wat misschien dan kan zijn is dat we op eigen benen kunnen gaan staan. Al moet je dan nog maar wel gaan zien met een schuld van 15 miljoen. Hoe je dat dan in één keer gaat wegwerken. Of dat daar nog een plan voor kan komen. Want hebben jullie nog vertrouwen in de mensen die er nu zitten? Ja. Je bedoelt dan met Smedes. Ja, lastig. Rovers hoor je natuurlijk veel goede verhalen over, vooral op commercieel vlak. Ja, businessclub, goede zaken gedaan. Dus als algemeen directeur is misschien een korte tijd om dat te beoordelen, hoe die dat invult. Want dat blijft natuurlijk nog steeds op interim basis dat hij dat ook doet. Waarschijnlijk op afwachting van misschien de overname dat daar iemand anders komt te zitten. Mm-hmm. En Smedes natuurlijk hebben we ook al vaker benoemd. Dat is aan de ene kant hink je op de gedachte heel weinig middelen. Maar aan de andere kant hoop je in zo'n tijd ook wel een creatieve TD te hebben die er wat meer van maakt dan wat er tot nu toe is binnengehengeld. En vind ik ook wel dat je vaak op een TD misschien op een langere termijn moet kijken hoe die het doet dan hoeveel transferperiodes heeft hij nu gehad in totaal? Ik geloof 3. Ja, 3 denk ik dan.
Nou ja, op zich is dan misschien 2 jaar denk ik wel een meetmoment om naar een TD te kijken van hey, wat heb je nu binnengehaald met ook al de middelen die we hebben? Want dat kan je natuurlijk niet altijd als excuus blijven gebruiken van ja, nee. Ik heb weinig middelen. Want zoals vaker benoemd, het rijtje RKC misschien vorig jaar dan. Maar je ziet toch bij andere clubs dat die ook met weinig middelen het ook wel... Goethe Eagles, Excelsior, die creatiever zijn met het budget dat ze hebben, bedoel je. Ja, en daar hoop je toch een beetje op dat een TD daar toch meer mee doet. Ja, en hij heeft natuurlijk zelf de keuze gemaakt om dan 3 spitsen aan te trekken die zich alle 3 niet bewezen hebben. Dus dat zijn dan keuzes die je maakt. Dat heeft niet zozeer met je budget te maken, want je kan ook kiezen van ik investeer het in 1 spits die zich wel al bewezen heeft. En dan schuiven we iemand van de jeugd door, bij wijze van. Precies. Daar komen we straks ook nog op, want er is een spits die dit weekend 6 keer heeft gescoord. Maar dan nemen we straks nog even door. Om nog even door te gaan naar de volgende stelling, die heb ik eigenlijk net al verklapt, maar we gaan hem nog even laten horen. We degraderen naar de KKD. Nee, zeker niet. We gaan geen play-offs voor Europees voetbal spelen, maar ergens tussen 12 en 15 gaan we eindigen. Ons team is zeker niet slechter dan een team van RKC, van Heerenveen, van Excelsior en zo kan ik nog wel een rijtje opnoemen. Er moet alleen iemand dat team aan de praat krijgen en de poppetjes op de juiste plaats zetten en ik verwacht dat nu gaat gebeuren. Ja, ook dat denk ik van wel, maar ik denk niet dat we de mogelijkheid hebben om er straks in te gaan spelen. Ik bedoel, hoe moeten we het allemaal betalen, het stadion en dergelijke. Ik zie ons niet degraderen. Nee, ik hou echt vertrouwen. Ik weet nog niet wie de nieuwe trainers gaan worden, of dat de nieuwe trainers al aangesteld zijn, of dat we al een idee hebben wie of wat. Alleen ik denk dat de jongens nieuwe energie gaat geven en dat straks de tweede seizoenshelft, net als vorig seizoen, de tweede seizoenshelft was een veel betere seizoenshelft dan de eerste. Dus ik zie het nog goed komen. Ja, ook weer gemixte reacties. Ik denk, wacht even, niet dat er weer iemand tussen wil. weer een beetje gemixte reacties. Ook op Twitter bleek dat een beetje op 45% stemde op ja dat we zouden degraderen dit seizoen. 55% nee, dus lag ook wel redelijk gemiddeld. Wat denken jullie? Is het nog te vroeg om te zeggen met de huidige stand van zaken? Ik sta zelf er een beetje in van, we gaan nu een periode sturing in. En dan kunnen we echt gaan kijken of beoordelen tot de winterstop misschien wel met een paar behapbare wedstrijden, wat jij al zei, of dat nou echt aan de selectie lag of aan de trainer, of misschien beide inderdaad. Ja, ik denk dat je inderdaad over 5 wedstrijden iets betere balans kan opmaken. En ook wat ik net zei, is wel wat een beetje de hoop is die je waar je dan aan vasthoudt, is dat het nog allemaal zo dicht bij elkaar staat. Ja, je krijgt straks Prupper terug, daar verwacht ik ook wel iets van als die fit blijft. Ja, dat blijft heel lastig om die naam te roepen. Omdat je natuurlijk heel voorzichtig wil zijn met... maar natuurlijk ja, als hij fit jinx, is. Inderdaad, maar... Nee, niet te veel druk opleggen. Dat ik denk dat hij de verlosser is inderdaad. We hopen het, maar je moet niet gaan verwachten. Je hebt dan wel weer iets meer creativiteit zeker in je selectie. En dat is iets wat we denk ik sowieso wel kunnen gebruiken. Kijken naar het voetbal. Dus en daarmee hebben we eigenlijk onze stellingen doorgenomen. En daarmee gaan we door naar ons volgende onderdeel. En dat is dat we even gaan voorbeschouwen op de wedstrijd van komend weekend. Ja. Dat is niet de makkelijkste, hè? Nee. Ik denk als je als trainer weer begint aan een klus, in het geval van Sturing nu, dan kan je ook denk ik met een thuiswedstrijd tegen, met alle respect, Almere of... Maar daar ligt juist veel meer druk op. In de arena hoef je niet te winnen. Nee. Dat is waar. Nee, ja. Want zoals ook al een beetje doorscheen, we spelen dit weekend tegen Ajax in de arena. Aankomende zaterdag. Jullie zijn er allebei bij, geloof ik. Yes. Yes. Lekker, goed bezig. We gaan nog even bellen met een Ajax supporter, zoals we altijd doen. Wie heb jij geregeld, Tom? Ik heb Dosti geregeld, als ik het goed uitspreek. Dosti? Met D-O-S-T, Griekse I. Wat ik zeg, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ik ga even kijken, maar anders kunnen we misschien wel eerst even zelf aangeven wat we van vinden. Want ik zou hem even appen, maar dat had ik nog niet gedaan. Dus, dat is goed. Wat moet je ervan verwachten? Want het zijn Vitesse en Ajax, allebei clubs die onder verwachting presteren dit seizoen. Al lijkt Ajax misschien iets minder stijgende lijn te hebben gevonden met Johnny van Schip. Al hebben ze wel met Van Brighton verloren en dan weer een beetje een slordig gelijkspel in Almere voor de interlandperiode. Maar hoe kijken jullie tegen Ajax op momenteel? Ja, weet je wat je zegt? Volgens mij is het wel wat ik er zelf van gezien heb en hoor, iets stabieler geworden, vooral verdedigend. Dat daar wat ze omgezet met van het Schip. Omdat dat van de wedstrijden die je zag niet het Ajax is wat je natuurlijk van de laatste jaren kent. Mm-hmm. En dat heel erg een gatenkaas was.
Maar ja, wat je ook hoort van heel veel is dat het nog steeds niet een, ja, natuurlijk logischerwijs een één keer een geoliede machine is. En dat het toch een heel ander Ajax is dan wat wij vaak zijn tegengekomen in de arena. Kwetsbaar. Ja, en ik denk wat ik zie is vaak ook wel in die omschakeling dat er denk ik echt wel veel te halen valt als wij met wat snelheid voorin spelen. Dat dan Manhoef, waar die vaak niet tot zijn recht kan komen in wedstrijden van ons thuis tegen Excelsior bijvoorbeeld, dat hij het heel lastig heeft. Dat dit juist uitgerekend wedstrijden zijn voor hem of een terecht als hij bijvoorbeeld de kans krijgt om zich te laten zien met een uitbraak. Ja, we hebben Sturing natuurlijk gezien als een aanvallende trainer, bijvoorbeeld in de play-offs. Met de spelers die hij toen had. Maar dat zie ik nu niet gebeuren. En dat lijkt me ook niet heel logisch, zeg maar. Er is natuurlijk ook wel een verschil tussen met 11 man voor de kool hangen of wat terughoudender. Maar dat, ja. Wat verwacht jij ervan, Christel, tegen Ajax? Ja, weet je, Ajax heeft toch altijd nog, ondanks dat ze het dan momenteel wat minder doen, ze hebben toch altijd nog wel kwaliteiten in die ploeg. Dus ja, het is altijd heel gevaarlijk. Ik had ze liever 2 maanden eerder getroffen in dat opzicht. Maar wat Tom ook zegt. In de counter zie ik wel mogelijkheden. En natuurlijk hebben we het vorig jaar, was dat, met Manhoef gezien. Zeker, 2-2. Waarvan ik geloof allebei de goals zelfs van Manhoef op de counter. Dus hebben ons bewezen op de counter, dat sowieso. Ja, dus klopt. In dat opzicht zie ik wel mogelijkheden. Maar ja, wat ik zeg, Ajax heeft toch altijd nog wel voldoende kwaliteit. Dus ik ga er ook niet raar van te kijken als je daar met 4-1 afgedroogd wordt. Nee, de opstelling is natuurlijk ook nog even een vraagteken waar Sturing mee gaat beginnen. We hebben nog geen, ik weet niet of er nog een oefenwedstrijd misschien gepland staat voor deze week. Een besloten oefenwedstrijd om een beetje het idee te krijgen van aan welke baas we moeten gaan denken. Maar wie er in ieder geval niet bij zijn Marco van Ginkel. Die was geschorst na de rode kaart tegen Heerenveen. Discutabel, denk ik, die rode kaart. Maar er was een schorsing gegeven van 3 wedstrijden, waarvan 1 voorwaardelijk. Is teruggebracht van 2 wedstrijden naar 1. Dus die mist alleen Ajax uit, dus de week daarna er wel weer bij. En Mika Pinto is geblesseerd, geloof ik, uitgevallen bij Luxemburg, als ik het goed zeg. En, of heeft hij niet meegedaan bij Luxemburg? Nee, want daarvoor was hij ook al bij Heerenveen thuis. Ging hij eraf. Oh ja, zeker. En die is geopereerd en die ligt er dus minimaal tot aan de winterstop uit. Dus dat is, is dat een aderlating, gezien zijn spel? Ja, eigenlijk, je zou niet van zeggen van niet natuurlijk. Maar het is een beetje net iets anders, maar met Meulensteen ook al net als bij Pinto, dat ik toch het idee heb, er moet meer in zitten in zo'n jongen, als een elftal misschien beter gaat lopen, dat ik denk dat hoe we hem bij Sparta hebben gezien en van hun hebben gehoord van supporters, dat er echt meer in moet zitten, maar tot nu toe heeft hij totaal niet overtuigd, nee. Hoe kijk jij tegen Pinto aan, Christel? Want ik heb Tom ook al heel vaak overhoord over Pinto, wat we ervan vinden, maar wat vind jij van Pinto? Ja, ik had er ook wel wat meer van verwacht, inderdaad. Ja, bij Sparta was het toch wel een van de dragende spelers. En hij is natuurlijk ook een van de oudere spelers in onze selectie. Dus dan hoop je toch dat zo iemand het team ook een beetje kan gaan dragen. Ja. Ondanks dat hij natuurlijk ook nog even moet wennen en zo. Tuurlijk. Maar het valt nog een beetje tegen tot dusver, hè? Ja. En op die linksachterpositie is misschien dan voor de hand liggende Enzo Cornelis als vervanger. Maar ik zal er denken, Hendricks zou ook nog op linksback kunnen. Al speelde hij tegen Feyenoord, geloof ik, op linksback, Hendricks. Maar dat was niet heel... En geweldig. Ik zie hem liever in het centrum. Ja. Anders krijg je, even kijken, Oros als Arco speelt. Ja. En dan zou je Easyman krijgen. Daar vind ik ook wel een... daar word ik niet heel gelukkig van. Ja. Dus ik hoef jullie eigenlijk niet meer te vragen wie jullie op linksback willen zien. Nee, ik zou Cornelis inderdaad neerzetten. En ik vind, als je een lichtpuntje moet benoemen, deze eerste seizoen zelf, is het Hendricks. En vooral als centrale verdediger vind ik hem echt heel sterk. Dus dat, En hebben jullie nog een... Ik zit even te kijken. Oh nee, sorry. Ik zit bij de verkeerde te kijken hier. Wat ook positief is, dat in ieder geval plus minus 500 man meegaan naar Amsterdam. Dat behoorlijk wat voor de situatie waarin. Ja, het verbaasde mij toch. Dat ook als, volgens mij zei jij dat, Christel, zelfs de jaren dat we Europees speelden en het gewoon echt best wel goed deden in het linker rijtje, dat er echt minder man volgens mij meeging. Ja, Ajax is nooit echt een hele populaire uitwedstrijd. Nee, en als je dan nu ziet, wat is het? Tot donderdag is de kaartverkoop, dus er komt misschien nog wel wat kaarten bij. Ik denk dat ze niet, dat ze misschien wel 500 man er überhaupt in kunnen. Dat ze qua stewards en vak volgens mij het zat zoiets voorbij. Afwacht, want het is niet bekend. Hoeveel is er bekendgemaakt hoeveel kaarten er beschikbaar zijn gesteld? Of dat... Nee, maar ik denk rond die 500 zoiets las ik hoor. Dat is sowieso een heel net aantal hoor. Want ik las geloof ik dat we in 2013 of 2014 zaten we met 13 man in het uitvak daar geloof ik. Dus ten opzichte van dat is dit al een forse verbetering.
Ja, dat blijft altijd. Ik weet niet of dat... Kijk, aan de ene kant word je als supporter door al die berichtgeving met de overname, word je er helemaal gek van. Maar het is ook... Ik weet niet of Bjorn dat volgens mij vorige week zei, is het ook alweer zo'n gevoel wat ik zelf ook een beetje heb. Van ja, nu wil je gaan en ja, wil je toch bij de, ja, je club supporten, zeg maar. Dus misschien dat sommige mensen ook wel... Ja, zeker. Ja, het kan zomaar een situatie zijn dat je laatste seizoen is, hè. Dus dan, Nou ja, dat was voor mij de reden om te kopen. Ja. Ik heb vrijdag een bruiloft, dus ik had zoiets van, nou, ik weet niet of ik zin heb om Ajax uit mee te pakken. Maar ja, toen las ik weer al die berichtgevingen, NRC. Toen dacht ik, nou, laat ik maar gaan. Nu kan het nog. Precies. Gewoon maar gewoon... gewoon wat ik nog wilde vragen net trouwens. Zou zijn Enzo Cornelis nu voordeel bij hebben dat zijn vader op de bank zit? Ja, het beste voorbeeld is natuurlijk Daley Blind, ook bij Nederlands Elftal. En ja, met Danny Blind. Maar, nou, ja, maar hij lijkt helemaal niks. Nee, het lijkt me toch... Ik weet niet, zou je niet als spelers gaan ouwehoeren in de kleedkamer? Van, linksback, want papi is assistent. Ja, ik vraag me af hoe dat gaat. Maar dat, ik denk dat dat best wel zou kunnen, inderdaad. Wat je ja, gewoon als ouwehoeren, denk ik. Dat ze dus natuurlijk niet serieus, tenminste. Of hij moet helemaal door het ijs zakken. Maar goed, dan is hij alsnog een assistent natuurlijk. Maar nee, het lijkt nee, me maar ik denk dat je juist extra moet bewijzen. Ja, dat... Ja. Ja, ja, ja. Ja. En ja, nou ja, Peter Bos had ook Gino Bos in zijn selectie zitten. En die heeft ook niet heel gek veel onder Peter gespeeld. Dus in principe hoeft dat inderdaad niet heel gek nee, te zeggen. Maar als we daar alvast even naar kijken, naar de opstelling die wij dan... trouwens, laten we eerst even... Ik kreeg een bericht terug. Berichtje van Dosti? Ja, dus dan gaan we even bellen. Even kijken. Dus ben ik aangesloten. Weet je ook dat je gaat bellen? Hallo, goedenavond. Hey, goedenavond. Dosti, als ik het goed uitspreek. We zaten ja, hier. Ja, Dosti? Klopt. Ah, top. Ja, klopt. Ja, je spreekt met Tom. Tof dat hij even kunnen bellen. Tom, andere Tom zit hier tegenover mij. En Christel, die zit hier naast mij. Hallo. Goedenavond. Ja, tof dat we je even konden bellen tussen het opnemen van je eigen podcast. Ja, want we wilden even bellen over komend weekend in de arena staat de Johan Cruijff Arena staat de Ajax Vitesse op programma. Wij volgen het voetbal ook wel meer dan Vitesse, maar ja, hoe kunnen wij kijken naar Ajax dit seizoen? Of hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, het zal waarschijnlijk niet als een verrassing komen, maar we hebben wel betere jaren gehad als Ajax-fans natuurlijk dan dit seizoen. Ja. En ja, we dachten eigenlijk een beetje positief nieuws te krijgen met de paar overwinningen die we gehad hebben. En we leken eigenlijk een beetje een basiself te hebben neergezet. En dan horen we weer het nieuws dat Branko van der Bomen weer een paar maanden weggevallen is. En ik denk dat dat voor Ajax een flinke tegenvaller is. En ik denk voor veel tegenstanders van Ajax, waaronder Vitesse, dat het wel een meevaller is. Want de passing en traptechniek van Branko van der Bomen is natuurlijk een ontzettend wapen voor Ajax, zeker de laatste weken. En dat hij er niet bij is, ja, dat is wel, als ik in jullie oogpunt moet gaan bekijken, is dat voor jullie natuurlijk wel positief. Want hij is ontzettend belangrijk op dat middenveld van Ajax. En als hij weggevallen is, ja, dat is wel een probleem. Ja, want Van Schip die staat nu een paar weken aan het roer. We hadden het er net hier al even over. Is dat al veel verandering te zien ten opzichte van Maurice Stijn? Sowieso op menselijk vlak. Als je gaat kijken naar hoe hij bepaalde spelers, hoe hij met bepaalde spelers omgaat. Als een soort vaderfiguur. Als je ook over bepaalde spelers over de trainer hoort. Hoe hij op bepaalde manier, hoe hij met deze spelersgroep omgaat. Hè, dat hij eigenlijk meer gewoon op menselijk vlak met ze praat en hoe het met ze gaat. Je krijgt een beetje het gevoel dat Maurice Stijn die spelers een beetje aan hun lot liet. Gaan. Ze hebben bijvoorbeeld over Akpom die net gekomen was en dat hij een paar maanden in een hotel heeft gezeten zonder dat hij eigenlijk het gevoel had dat hij thuis hoorde. En ja, dat heeft hij, in die zin heeft hij wel een soort van selectie wel dichter bij elkaar gekregen. Heeft hij wel een soort van nieuwe energie in de groep aangebracht. En als het gaat om het voetbal zelf, natuurlijk, je kan van hem niet verwachten dat hij in een 3 weken tijd, van een maand tijd, midden in het seizoen, dat hij alles in één klap zou veranderen. Alleen, je ziet wel bepaalde ideeën van hem, bepaalde patronen die wel beter erin zitten dan onder Maurice Stijn, waar het echt Sparta voetbal van vorig jaar was, lange ballen spelen. Zie je dat
ze over de grond wel veel meer proberen om op te bouwen. Wat zeker niet altijd goed gaat. Nou, ik vind dat achterin met Hato en Soetalo, dat die twee veel beter op elkaar ingespeeld beginnen te raken. Dus achterin vind ik dat het, zeker centraal achterin, vind ik dat, dat het veel beter gaat. Alleen, ja, het is nog steeds heel broos en het voetbal is nog steeds heel broos. En ja, als je de rest tegen Almere City hebt gezien, ja, kom je toch weer het feit, ja, speelt Branko van de Bomen niet op het middenveld, ja, dan kom je zeker voetballend, ga je dan in de problemen komen. Want ja, Taylor speelt dan. En ja, van Taylor is waarschijnlijk een ontzettend vriendelijke persoon. Alleen, hij is eigenlijk al maanden mag hij blijven spelen zonder gewisseld te worden, terwijl hij eigenlijk helemaal niks toevoegt aan het spel van Ajax. Dus ja, het verschil tussen met of zonder Branko van de Bomen is voor dit Ajax ja, gewoon dag en nacht. En dus daarom denk ik dat aankomend weekend toch weer heel moeizaam kan gaan worden als Ajax niet snel scoort. Want ik denk bij jullie natuurlijk dat je met de nieuwe interim trainer sturing dat jullie wel, ik ken natuurlijk zelf ook van met de komst van Schip, dat er toch nieuwe energie vrij kan komen, een nieuw elan kan vrijkomen, dat misschien spelers zichzelf willen bewijzen voor de trainer. En als we moeten kijken naar spelers waar we dan wel zeg maar bang voor moeten zijn, omdat je zegt Branko van de Bomen is er niet bij. En als je kijkt naar de spelers die er wel bij zijn, wat voor spelers moeten we dan vooral op letten? Nou, Brian Brobbey. Ik denk dat Brian Brobbey zichzelf de laatste weken heel goed laat zien. Als een echte aanspeelpunt. Iemand die verdedigers bezig kan houden met de rug naar de goal. Voor verdedigers echt een ontzettend probleem is. Op zo'n jonge leeftijd, hoe die fysiek sterk die is. Hij is eigenlijk degene die een bal geeft en eigenlijk voor zorgt dat de rest aansluit. En tegen Almere City 2 assists gegeven. Ik denk dat de verdedigers van Vitesse daar wel een lastige avond mee krijgen. En dan is het in dat geval de vraag of er een goede aansluiting is. En zeker op een gegeven moment als de tweede helft de Ajax moet komen, als ze dan een doelpunt moeten maken. En misschien bij Vitesse wat vermoeider is en Akpom erin komt, dan is dat die twee best wel een gevaarlijke combinatie. Dus ik denk zeker in de vorm van Brobbey. Nou ja, als je hem voor de goal zet qua kansen 1-1, daarin komt hij vaak nog tekort. Maar als aanspeelpunt en het bezighouden van de spelers is hij wel iemand om op te letten. En ook ja, als de Akpom invalt in de tweede helft, als misschien achterin bij Vitesse toch wat vermoeider raken, is dat ook een speler die ja, met zo'n gevoel voor ruimte in de 16 komen. Ook een speler die ja, een soort verschil kan gaan maken. Want wat hij de afgelopen weken ook heeft gedaan, 3 keer op rij gescoord als invaller, is dat zeker een speler om, ja, om die twee... En als je kijkt naar, ja, naar de wedstrijd zelf, zeg maar, denk je dat dat voor Ajax dan een makkie gaat worden als je er een uitslag aan moet hangen? Oeh, ja, makkie. Ik denk als Ajax snel scoort, en zeker omdat de huidige situatie van Vitesse, als Ajax snel het doelpunt kan maken, dan zou het eventueel, ik wil niet zeggen makkelijk gaan, maar dan zou het een stuk makkelijker gaan. Alleen als Ajax weer zo'n moeizame pot speelt als tegen Almere City en ja, weinig kansen komen en het heel lang 0-0 staat, dan kan het een heel moeilijke wedstrijd worden. Omdat ik ook denk dat bij jullie ook heel veel nieuwe energie loskomt met een nieuwe interim trainer. Dus het ligt echt puur aan vaak bij Ajax, is wanneer valt die eerste goal. En als je er echt een uitslag aan moet hangen, waar het dan in eindigt? Ik denk dat het heel moeizaam wordt. Ik denk dat het uiteindelijk wel 2-0 wordt voor Ajax, maar dat het weer niet van harte gaat. Ik denk dat ze bij Vitesse echt zullen gaan hopen op de momenten dat Ajax in de omschakeling, ik denk dat jullie ongetwijfeld proberen om het dicht te houden en de omschakeling gevaarlijk te worden. Ja. Want ja, dat blijft eigenlijk ook maar de vraag is, hoe zit het met de restverdediging? Want die is ook niet altijd even goed. Nee. Hey, super bedankt dat we even mochten bellen. En wat beter beeld krijgen van Ajax dit seizoen. En veel succes zaterdag. We zeggen altijd als we iemand bellen, niet te veel. Maar jullie ook. Oké. Hey, dankjewel. Fijne avond. Hoi. Hoi. Wij weten alles nu, hè? Ja, dat is wel een duidelijke uitleg. Dat zeker. En als we iemand in de gaten moeten houden, dan is het dus in ieder geval Brobbey. Die is het seizoen best slecht begonnen eigenlijk, hè? Ja, maar dat is een beetje wat we net ook de spelers van ons noemen. Dat volgens mij zit het daar ook wel echt in. Maar ja,
is hij natuurlijk ook nog jong, 21 jaar. Maar... Wat denken jullie qua uitslag? Poeh, ja. Het is heel lastig om te zeggen. Misschien een beetje valse hoop, maar een beetje ook wat hij net aankaart, wat wij ook al zeiden, toch iets op de counter tegen een Ajax wat niet in beste doen is. Ik weet dat ik ooit nog een keer naar de arena ging toen met Kasia en Rashika wat we toen hadden. En toen wonnen we ook met 2-1. Dat was ook niet tegen een heel best Ajax, maar... nee, ja. Ik denk als je... Ik zeg gewoon een... concreet antwoord. Een 1-1. Een 1-1 roep ik. Nou, dat vind ik heel jammer, want ik wilde precies hetzelfde zeggen. Ja, dat is jammer. Dat mag. Jij, Christel? 4-1. 4-1? Oh. 1-4 bedoel je? Nee. Oh, 4-1. Nee, ik heb er niet zoveel vertrouwen in. Okay. Het wordt alsmaar warmer en warmer hier ook, hè? Ja, de mouwtjes gaan omhoog. Ja, het is hier wel warm. Ja, staat je sauna. Ja, nee, dus... ja, we hopen dat we eigenlijk nog misschien wat meer mensen trouwens kunnen meenemen met het uitvak, hè? Ik weet niet... Ik weet niet tot wanneer de kaartverkoop is. Volgens mij... Woensdag? Ja, denk het. Maar okay, ik zal het even checken. We gaan rustig door. Nog een oproep van de fans. Blijven pushen natuurlijk. En dat is ook zo. Want we willen die uitvakken lekker volhouden. Zoals wat de trend van de afgelopen tijd is. Zeker. Sowieso, uitwedstrijden zijn echt veel leuker dan thuiswedstrijden. Zeker. Ja, hetzelfde laatst ook mogen ervaren. Eagles uit. We hadden... Nee, daar was niks aan. Dat was zo saai. Dat was geweldig. Ik heb een geweldige avond. Ja, Tom, als jij moet kiezen, hè? Ja? Een seizoenkaart voor alle uitwedstrijden en dan geen thuiswedstrijden? Of alleen maar de thuiswedstrijden? Ja, sowieso uitwedstrijden. Ik weet niet wie hier laatst toen aanschoven, maar toen hadden we het er ook over. Want dat is gewoon, ja, ik weet niet, soms lastig uitleggen, maar gewoon een heel andere beleving of zo. Toch ja, nog meer eenheid dan thuis. En sfeer is vaak ook wel beter, omdat je natuurlijk op een klein vak zit met toch wel mensen die niks in aanleiding fanatieker zijn. Dus dat helpt natuurlijk ook wel mee. Dus nee, ik zou zeker dan voor uit het zuiden wel seizoenskaart nemen. Kunnen we zeker aanraden, alle drie. Stopverkoop donderdag 23 november om 10 uur. Dus tot donderdag. Goed om te weten. Maar goed, niet lang nadenken, gewoon kaartje kopen en gaan. Precies, gewoon kopen, niet lang over nadenken, dan ga je twijfelen. Dus dat moet je helemaal niet willen. Gewoon lekker in het uitvak komen zitten, joh, lekker bieren. En, precies. Bij zijn is meemaken. Kuba. Ja, zie. Hij doet live handtekeningen uit, heb ik gehoord. Dus... Nee, we hebben nog een quizje. Zeker, zeker. We hebben natuurlijk een raad de wedstrijd hebben we elke week. Dus staat ook heel mooi weer bij de Bjorn seizoenskaart. Voor het volgende seizoen kan je winnen, ongeacht welke divisie. Ja, dus, ja. Maakt helemaal niet uit natuurlijk. De vorige wedstrijd met het scoreverloop 0-1 Jansen, 0-2 Hersie en 0-3 Jansen. Ja, dat was eentje uit voor mij de oude doos. Dat was op 22 oktober 2005. En dat is hopelijk niet hetzelfde lot wat wij gaan krijgen. Was RBC Roosendaal-Vitesse was deze wedstrijd. Dus heb je je antwoord ingestuurd, dan heeft Bjorn het allemaal weer binnengekregen. En zal hij zorgen dat hij hier in het bakje terechtkomt, zodat je meedoet voor de seizoenskaart. Yes. En dan gaan we natuurlijk voor een nieuwe wedstrijd met het scoreverloop is... ik mis hier alleen het doelpunt. Zie ik dan nog verkeerd? Niet bij. Ik ga hem even opzoeken. Maar goed, ik noem wel vast even op. De 1-1 was van Koolhof, de 2-1 van Thijssen en de 3-1 van de Brom. De datum en wedstrijd benoemen. Antwoord inleveren via ons mailadres prijsvraag@studiolangsterijn.nl. En nogmaals, niet via andere kanalen. En dan zorgt Bjorn dat hij weer in een potje komt. Ik weet niet, heeft Bjorn hem niet goed ingezet of hebben wij hem niet goed overgenomen? Ik zal eens even Even kijken. Blijft natuurlijk ook een zolderkamerpodcast. Kunnen we niet vaak genoeg kunnen we dit benoemen. Een zolderkamerpodcast, wel een hele mooie setting, hè? Ja, dat zeker. Kijk, nee, Bjorn die is eentje vergeten, een doelpuntje. Ja, dat vind ik echt niet normaal. Nee, die man moet echt geen bier meer drinken als die agenda's gaat. Zullen we Bjorn even bellen, kijken of hij opneemt? Ja, is goed. Ik vind het wel, dit moeten we gaan even gelijk even rechtzetten. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Ah, ik vind dat jullie wel een beetje lief moeten zijn voor Bjorn. Die jongen heeft het nou zo zwaar nu, zo slecht met Vitesse gaat. Ja, dat klopt. We hopen eigenlijk dat hij niet aan het huilen is. Maar... Ik weet het niet. Anders maken we hem wel aan het huilen. Zou helemaal leuk zijn als hij de uitslag nou echt weet uit zijn hoofd? Ja. Bjorn. Je hebt één taak elke week. Dat is het maken van een agenda. Ja. En nu zijn wij hier iets aan het doornemen. Live in de uitzending zit je. En dan merken wij toch op dat je een foutje hebt gemaakt. Ik had niet door dat ik nog live erin zat. Ja, wat is mijn fout? Nou, wij wilden nu een nieuwe wedstrijd gingen we aankondigen. En toen zagen wij dat er een doelpunt ontbrak. Want wij zien hier staan 1-1 Koolhof, 2-1 Thijssen en 3-1 Van der Brom. Of zeg ik nu iets verkeerd? We noemen toch ook altijd...
Oh, sorry. Ik ben de doelpuntenmaker van, van de tegenstander ben ik vergeten te vermelden. Ja, klopt, dat is een foutje van mij. Nou, dan is hij deze week extra moeilijk. Ja. We dachten, misschien weet hij hem nog wel in zijn hoofd. Maar... Ja, ik zit even nu heel snel te denken. Nou, het wel want ik weet welke wedstrijd het was. Ja, die moet je niet noemen, hè? Dat is niet leuk natuurlijk. Ja, ik kan even snel opzoeken. Ja, gaan we dat hier live even doen? Ik ga het nu even live doen, wacht even. Storen we je erg of niet? Nee, mijn vrouw zit nu boerzoekvrouw te kijken. Oh, daar belden we precies op het juiste moment dus. jullie redden me weer. Even kijken hoor. Ja, dan zal ik hem ook even live opnieuw opnoemen. Ja, doe maar joh. Dan is het deze en dan moet ik even wat invullen. En dan nu daar ik de verkeerde wedstrijd voor je hebben. Ja. Waar staat die club? Hier heb ik de club gevonden, ja. Ja, dat moet je niet noemen, hè. Dat, En dan was het een... Thuis. Bevestigen, ja. Het is echt goede content. Ja. Nee, ik heb hem gevonden. Dan zal ik hem even officieel... Oh, die staat hier niet bij, dat was het dus. Oh ja, nee, sorry. Ja, mijn fout. Normaal zoek ik hem anders op. Maar goed, het is 0-1 de tegenstander, 1-1 Koolhof, 2-1 Thijssen, 3-1 Van der Brom. Nou, dan is die deze week extra moeilijk, maar volgende week weer scherp. Heet die gast die 0-1 maakt de tegenstander? Ja, die heet de tegenstander, ja. Oh ja, dat verklaar ik ook. Waar ik hem op heb... gezocht. Nee, daar staat het niet bij. Nee, dat is... Sorry, ik heb een foutje gemaakt. Door alle ellende door... Nee, dat maakt niet uit. Geen probleem, jongen. Neem je helemaal niet kwalijk. Geen probleem. Nee. Maar volgende week hoef ik niet te komen, dus. We wilden gewoon even je zoele stem horen, dus dat... Ja, nee, dat ook. Maar dan maakt het inderdaad voor onze luisteraars een keertje wat moeilijker. Dus... Wordt het wat moeilijker. Ja, maar mijn ex... Hey, je bent ook maar mensen. Precies. Daarom. Dankjewel. Veel plezier met Yvonne Jaspers en een fijne avond. Ja, dankjewel. Kom helemaal goed, jongen. Yo, doei. Nou, toch even mooi rechtgezet, hè? Ja, precies. Niks wijzer op geworden, maar... Hey, we hebben nog een aantal puntjes die we even kunnen bespreken. Wat mij in ieder geval opviel op social media is dat Tijmen Nijhuis, een keeper die een tijdje geleden op de proef bleek bij Vitesse, nog steeds aan het keepen is op de training in ieder geval. Vitesse nog steeds op zoek naar een derde doelman dan, aangezien Reiziger toen vertrokken is naar Cambuur, maar nog niemand voor teruggekomen is. Maar die jongen loopt nog steeds proef. Maar dat is geloof ik al 2 maanden geleden dat artikel naar buiten kwam. Maar hoe lang kan iemand proeven of stage lopen eigenlijk? Ja, dit is wel heel lang, ja. Ja, geen idee. Maar goed, dat houden we ook even in de gaten wat daarmee gaat gebeuren. Als die paar keer onder een bal doorgaat, dan kan je toch denken, nou, de stage is afgelopen. Maar, ja, nee. Nou ja. Maar, en als het heel goed zou zijn, dan heb je hem denk ik al een contract aangeboden. Dus een trainingskeepertje misschien, dat zou ook nog kunnen. Ja. Een vraag die we ook nog binnen hadden gekregen, wat nog wel toepasselijk was misschien in het vorige onderdeel, is dat of moest Smedes eigenlijk ook niet vertrekken? Ten opzichte van met Cocu. Ja, dat is een beetje wat mijn mening was. Wat ik net zei, van ik ben er niet heel enthousiast nog over. Logisch gewijs. Maar ik zou toch nog iets langer de tijd geven. En dan denk ik na 2 jaar is wel een redelijke tijd om te evalueren van hoe hij gefunctioneerd heeft. Dit is ook niet echt het goede moment om eruit te gooien, denk ik. Nee, uit emotie gooi je dan misschien. Palers nodig, hè? Ja. Dan kan je het emotie eruit gooien, omdat natuurlijk terecht er niet de beste spelers zijn gehaald. Maar dat zou ik niet heel logisch vinden. Maar, nee. Kun je eens opzoeken hoe lang hij nog contract heeft? Ja, dat kan ik even opzoeken. Ach, dat kan vanavond allemaal. Dat maakt allemaal niet uit. Hè. Ja, nu willen we het hebben ook. Hè, dus bellen we Transfermarkt even op. Hoe lang heeft hij nog contract? Zou dat zijn? Zo'n Transfermarkt hulplijn? Hulplijn. Het is wel een Duitse website. Hè, dus... Contract tot het einde van het seizoen. Nou ja. Maar verlengt hij dat dan zelf, zijn eigen contract? Of hoe zou hij dat dan doen? Dat nee, daar gaat Peter Overstaan over, hè, denk ik. RVC, die zal dan daar ook al iets over moeten zeggen. Maar dat bestaat nu uit 2 mensen. Dus dat, dat werd ook nog in de week op DB bekend. Dat ze in ieder geval nog op zoek zijn naar iemand voor in de RVC. Dus mocht je interesse hebben, nee. Prijsvragen in het studio langs. Ja, deze zijn de RVC nog aan het rondmaken. En ook werd bekend dat er nog iemand van Netsteden was aangesloten in het Raad van Advies.
Dus naast Van de Kuyt nog iemand van Netstede erbij. Ik weet niet of dat nog een ontwikkeling... En ze willen dat ook anders invullen, toch? Die hele RVC, of tenminste het voetbalgedeelte, als de overname rond zou komen. Wat ze ja, toen vertelden met ja. Cody Perry. En, maar goed. Dat... Precies. En voor de rest eigenlijk nog, ja... in het weekend met de jeugd eigenlijk alles en iedereen verloor qua jeugdteams. Behalve onze onder 21, want die wonnen met 13-0 van FCM onder 21. Zo. Waaronder dus 6 keer Andy Visser, die ik al eerder benoemde. Iemand die 6 keer scoorde, Andy Visser. Dus ja, knap. 13-0. Ja, een bijzonder verhaal hè, met Andy Visser. Andy Visser, ja, is van MASV gekomen. Speelde daarvoor nog bij Dieren, geloof ik. En dat is allemaal in een thuisbestek van 1,5 jaar gegaan, geloof ik. Dus dat gaat best wel rap. Ik geloof dat die jongen nog geen contract heeft. Dus dat moeten we ook maar in de peiling houden. Maar voor de rest doet de onder 21 trouwens niet heel geweldig. Volgens mij staan ze in de KKD van de jeugddivisie. In ieder geval in de middenmoot. Ja. Dus dat loopt nog niet heel geweldig. Maar dit keer 13-0 gewonnen. Dus dat is wel een behoorlijke uitslag. Afscheidswedstrijdje voor Hofs natuurlijk. Ja, afscheidswedstrijdje voor Hofs inderdaad. Verder is ook nog het kaartverkoop voor de thuisduel tegen Heerenveen gestart in de beker. Wat ook wel goed om te benoemen is dat het gratis voor de seizoenskaarthouders is. We hebben al genoeg leed gehad dit weekend of dit seizoen. Dus ze denken van hey, we maken het maar gratis voor de seizoenskaarthouders. Ja. Maar nee, die kaartverkoop is nu ook gestart. Dus koop je kaarten. 21 december volgens mij. Ja. Ja, ik geloof het wel uit mijn hoofd inderdaad. Net voor de winterstop ingaan, toch? Ja, ja, het is de laatste wedstrijd voor de winterstop, dacht ik. En, dus nee, koop je kaarten. Wees erbij. Je willen het niet missen, hè, de beker. Misschien nog toch nog een kans op een prijs. Ja, wie weet. En revanche nemen op Heerenveen thuis. Hè? Vergeleken met voor de interlandperiode. Dat zou nog lekker zijn. Ja. Ik heb nog een Hans Kelling momentje voorbereid, jongens. Ja, een hele mooie volgens mij. Dus ik ben benieuwd. Ja, nee, ik was er zelf wel... nou, dat moet je eigenlijk niet zeggen. Ik ga maar gewoon lekker voorlezen. En dan zien jullie vanzelf wat we ervan vinden. Komt-ie. 8 jaar geleden ging Helene Hendricks op bezoek in Krimpen aan den IJssel voor een item van toen nog Fox Sports. Waar een toenmalig Feyenoordkeeper naast het verdedigen van zijn doel ook nog eens patatboer bleek. Ondanks dat we over deze doelman niet kunnen zeggen dat het kroket te plukken was. Aangezien er met Feyenoord, Excelsior, Vitesse en Ajax toch een aantal aardige clubs in zijn cv heeft staan. Tegenwoordig is deze oud-doelman actief als keeperstrainer bij Excelsior Rotterdam en zijn de deuren van Cafetaria Graafland inmiddels gesloten. Deze week in de verloren 30 seconden van Hans Kemming met 1 geel-zwart duel op zak, Ronald Graafland. Mooi, heel ja? Mooi, ja. Had je dat ooit verwacht dat er een speler zou zijn die bij Feyenoord zou keepen tegelijk en dan ook nog patatboer zou zijn? Nee, ik ken dat niet. Ja, ik ken de naam Graafland wel, maar nee, ik ken niet... Ik geloof voornamelijk wisselkeeper of derde keeper geweest bij Feyenoord. Maar toch nog aardig wat clubs op de cv staan. En waaronder dus een Hans Kemming spelen. Want 1 wedstrijdje maar voor Vitesse. Ja, en die krokettenplukker. Ik vond hem wel creatief verzonnen. Dank je wel. Ja, heel netjes. Ja. Hey, jongens, ik zit te denken. Maar volgens mij hebben we wel een beetje alles besproken voor vandaag. Hè? Hoe vonden jullie het? Ja, ik ben daar eigenlijk wel klaar mee. Ja, dat snap ik. Lekker naar bed denk ik zo, hè? Ja. Jij, Tom? Ja, ik denk dat we weer genoeg besproken hebben. Dus ja, we proberen natuurlijk, wat ik zei, ik vind het heel lastig met natuurlijk vooral het nieuws wat nu steeds naar buiten komt. Maar ja, je probeert natuurlijk dat zo... Probeer ons beste beentje voor te zetten. Daarom, dus het zal misschien, zullen wij ook misschien soms dingen zeggen wat niet helemaal klopt. Maar ja, wij blijven ook geen journalisten, maar ook supporters. Die, klopt, zolderkamer een podcastje. Precies, dus dat... Ja, en als er weer een keer een leuke gast kan aansluiten die het kan duiden, dan zou dat ook wel weer leuk zijn. Precies. Ja, zeker. We gaan nog maar eens even naar kijken. Maar voor nu was dit voor vandaag. Aju. Aju. Aju.